Voorzitter, dank u wel. Ik zal gelijk maar met de vragen beginnen. 28 mei heeft het gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan over de granulietzaak. Granuliet stort van bijna 1 miljoen ton in plas over de Maas in de gemeente Westmaas-en-Maal. Onze gedeputeerde niet onbekend. En bent u bekend met deze uitspraak? Dat is wel een belangrijke. Deelt het college de mening van het gerechtshof dat zij het niet onwaarschijnlijk acht dat het gestorte granuliet met flocculant een gevaar op kan leveren voor mens en milieu? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties onderneemt het college nu sprake is van een illegaal gecreëerde stortplaats? Er is namelijk geen sprake van grond en die stort is mede mogelijk gemaakt door de toenmalige top van Rijkswaterstaat. 4. Overweegt het college om aan te dringen bij Rijkswaterstaat, dan wel de minister van INW, om het granuliet met daarin het flocculant te verwijderen? Zo nee, waarom niet? 5. Welke acties overweegt het college dan om de burgers in het algemeen en die van de gemeente Westmaas-en-Waal te behoeden voor een potentiële ramp, milieuramp? Wat is de reden geweest dat het college tijdens het storten van het granuliet met daarin het flocculant geen hardere opstelling in de richting van Rijkswaterstaat heeft ingenomen, waardoor het storten ongehinderd door kon gaan? En 7. Vindt het college Plas over de Maas nog steeds deel uitmaken van een van Gelderlands mooie streken? Dank u wel. Hartelijk dank. Het woord is aan de gedeputeerde Mol. Dank u wel, voorzitter. Om maar meteen antwoord op de eerste vraag te geven. Ja, wij kennen de uitspraak die in deze zaak is gegaan. Naar aanleiding van het beroep van Zembla. Of het college de mening deelt dat het storten granuliet met flocculant een gevaar kan opleveren voor mens en milieu. Nou, de zorg deelt het college, maar de zorg deelt inmiddels ook het ministerie, want die hebben ook naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek bepaald dat granuliet in deze omstandigheden niet kan worden gegarandeerd dat het geen schade oplevert. Dus die hebben ook afspraken gemaakt voor het monitoren van de plas. Wat daarvan de stand van zaken op dit moment is, durf ik niet 100% zekerheid te zeggen. Maar dat zullen wij nagaan en met het ministerie in overleg gaan treden. Dat doen we mede naar aanleiding van uw vraag op vraag 3. Welke acties ondernemen we? Wij gaan ons beraden op de uitspraak die hier voor ligt. Het is nogal een ingewikkelde uitspraak, omdat eerst een uitspraak van Raad van State is geweest. Die heeft gezegd dat het wel grond was. Het Hof zegt daarvan dat had zo niet mogen worden beoordeeld. Maar wat dan nu juridisch de juistheid is en wat daarboven gaat, is op dit moment nog niet 100% zeker. Het is wel zo dat wij inmiddels ook al een verzoek van de gemeente Westmaas-en-Waal hebben gehad om daar samen naar te kijken en wat daar de consequenties van zouden zijn. En dat zeg ik u ook toe dat we dat gaan doen. En dringen wij dan aan om dat granuliet en flocculant te verwijderen? Daar kunnen we wel op aandringen, maar ik weet dat dat een onmogelijkheid is. Dus dan, als het inderdaad een gevaar zou zijn, dan moeten we daar andere maatregelen waarschijnlijk op gaan nemen. Hoe borgen wij onze burgers voor dit soort zaken in de toekomst? Dat doen wij door te zeggen dat wij bij verontdiepingen niet meer toestaan dat er grond buiten het project wordt gebruikt om te verontdiepen. Dat doen wij door ook bij het IPO of namens het IPO met het ministerie nieuwe beleidsafspraken te maken om hier betere regelgeving en betere vergunningverlening aan te kunnen koppelen. En waarom heeft het college destijds niet harder opgetreden? Dat ben ik niet met u eens dat het college toen de tijd niet harder heeft opgetreden. Het college heeft mede, ook bij het IPO, maar ook bij het ministerie, aangedrongen op nader onderzoek toen de tijd. Daarvan is de uitspraak op een gegeven moment geweest dat het toegepast mocht worden omdat het onder de gradatie grond viel. En daarmee werd op dat moment, heb je te accepteren dat het allemaal goed is toegepast op dat moment. Dus het is niet zo dat Klees toen de tijd heeft gezegd, we maken ons hier niet druk over. Ook toen is er een behoorlijke inspanning voor geweest. En vindt het college Plas over de Maas nog steeds deel uitmaken van een van Gelderlands mooie streken?
Ja, ik woon in dat gebied. Dus dat is, het is absoluut een heel mooi gebied. Maar het is wel een gebied wat aandacht nodig heeft van wat zijn de consequenties hiervan. Ik zeg nog steeds, ik wil niet zeggen dat het hele gebied daarmee belasterd wordt. Maar het is wel een plas die aandacht nodig heeft. En die aandacht krijgt het van het college. En ik zeg u dus ook toe dat wij dit nader onderzoeken.